caminando. Y donde más no caminan, allí se meten. Nou, we zitten weer in de stoel bij El. Ik heb nu een mooie blus. Goedemorgen allemaal. Welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is maandagochtend 11:30. En ik ben weer bij mijn favoriete plek. Lessons om mijn week te starten. Ik kom net terug uit Cura. Ik heb echt een zieke jetlag. Ik ben echt heel moe. Het voelt echt alsof ik gewoon om 1, 2 uur 's nachts moet opstaan. Maar daarom even om een reset te doen. Lekker een ijsbad. Heerlijk. Echt ontzettend benieuwd naar. Of nou ja, zin in. Ik weet hoe het is. Dus. Ik ben weer met de lieve Coco. Heb je er zin in? Ik ook niet. Ik zit net. Ja, ik heb zo jetlag. Echt een goede reset. Maar ik heb er echt helemaal geen zin in. Maar ik moet het wel weer doen. Als we eruit zijn, dan zijn we weer blij, weet je. Zo zit het, zo is het wel. Take it away, take it away. Feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. Oké, ik ben eruit. Het was echt heftig dan normaal. Ja, ik was het echt. Kijk hoe ook. Je ziet echt ook heel erg en allemaal vlekken en zo. Maar goed, het was echt even heftiger weer dan normaal. Dat is dan ook weer een tijdje geleden. Maar het is wel echt een heerlijke reset. En ik ben blij dat ik het weer even heb gedaan. Ik haat officieel Nederland. Wat is dit tot een vreselijk koud kutland? Ik word echt niet goed. Nou, daar ben ik weer met mijn geweldige masker. Ik hou echt van deze maskertjes. Ze zijn van XSY. Ze geven zo'n mooie glow. Ik zie er echt niet uit. Ik heb na het ijsbad lekker gesport. Daarna had ik nog een meeting op kantoor. En net heb ik me lekker helemaal gedoucht. Ik heb lekker mijn pyjama aan. En ik ga miso dumplingsoep maken. Yummy. Nou, ik heb lekker de... Kijk hoe glowy mijn huid trouwens nu is. Na het masker. Maar ik heb nu lekker de miso dumplingsoep gemaakt. Met... ramen. You won't break my soul. Ik heb een nieuw statief die ik vast onder mijn camera ga doen. Ik ben er namelijk echt klaar mee dat ik altijd mijn zieke onderkin aan het filmen ben. Oké, we gaan hem even proeven. Ik heb het al een tijdje niet gemaakt. Zo lekker. Heel lekker weer. Waarom is het zo lekker? Ook lekker mushrooms erin. Dat is echt een fave. Die mushrooms. Ik kan ook één nokkie een keer erin doen. Ik heb nu zo'n Asian mix van de appie. Ja. Insane lekker. Er staat een TikTok van het online. Van het recept. Lekker met van die crispy chili olie. Nou, slaat nergens op. Hoe fucking lekker dit is. Lekker pak soy. Dus dat stering niet. It's giving, it's giving, it's giving. Ik ben wel heel heet. Want je kookt het natuurlijk allemaal echt. Mijn favoriete gyoza. Chicken and vegetable. Het is eigenlijk gewoon een soort hotpot in een bord. Ja, ik kan dit echt elke dag eten. En het is ook nog eens heel slecht voor me. Dus win-win. Goedemorgen allemaal. Het is dinsdag. Het is al 11:30. En
Ik word gewoon niet wakker. Ik vind het zo kut. Die jetlag fuckt echt mijn kop. Ik word gewoon niet wakker. Ik heb echt 20 wekkers gezet. Elke keer slaap ik er doorheen. Ik heb mijn sportlesje gemist. Ja. Het is gewoon echt kut. Maar goed, wat doe je eraan? Ik ga even een koffietje zetten. Even rustig mijn dag opstarten. Maar hoe laat is het nu in Cura? 6:30. Moet maar. Nou, ik heb echt de hele dag geen kloten uitgevoerd. Nou, in ieder geval, ik heb wel veel gedaan, maar alleen maar thuis geweest. Content opgenomen. En ik ga nu sporten. En ik ben zo moe en jetlagged. Ik zie het leven niet meer zitten. Maar het komt wel goed. I guess. Nou, ik heb me snel klaargemaakt. Ik heb leuke panter ding aan, want het event is van Thomas Panterboes. Dus ik dacht wel leuk toepasselijk. Ik heb hem van de Kostas. Echt heel cute. Ik ga nu snel Zoe ophalen en dan gaan we er vandoor. Welkom allemaal bij de boekpresentatie van Noodles 101 van Thomas. Boek van Thomas. Ik ben Paula de Reeuwens. Ik ben redacteur van Thomas bij uitgeverij Uniboekers. Nou, er zijn sowieso een paar mensen die ik speciaal wil bedanken. Als eerste Spectrum voor de fantastische kans. Mitchell en Valentijn, ik weet niet of ze er zijn. Die hebben de fantastische foto's gemaakt in het boek en de hele styling. Miel en Cecile voor alles de afgelopen 2 jaar. Heel erg bedankt, ik weet jullie echt enorm. Hadassa, waar is Hadassa? Daar! Ja, heel leuk. Die alle, hoe noem je dat ook alweer? Illustraties, vormgeving van het hele boek gedaan. Nou, dan hebben we nog jou. Dank voor gewerkt. Dank wel dat jullie er zijn. Er komen allemaal lekkere hapjes zo. Er is een bar met Red Bull vodka, dus Zuid-Pool. En mijn familie natuurlijk heel erg bedankt voor jullie zijn. Voor het boeken van alles. En ja, laten we even. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdagochtend, ik ga zo meteen gezellig ontbijten met een vriendinnetje, Nikki van werk. En vanochtend kon ik op zich wel een stukje beter opstaan dan gisteren. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik had gisteren echt even een kutdag. Ik had echt een off day. Het was, ja, het zat allemaal even niet mee of zo. Het ging allemaal even niet in mijn hoofd volgens plan. En ik krijg een beetje stress en ik heb een beetje moeite met het thuiskomen. Ik weet niet. Ik weet even niet wat het is. Het is echt kut, want voor de vakantie zat ik er helemaal lekker in. En ik heb ook echt mega genoten op vakantie. Maar het enige waar ik aan kan denken is, ik wil terug. En ik wil hier niet zijn. Maar we moeten niet opdenken in geografische oplossingen, zoals Zoe altijd zegt. En hier is ook helemaal gelijk in, want dan ben je eigenlijk op ons vluchten wat er hier nou aan de hand is. En waarom ik hier zo even niet op mijn plek voel, weet ik ook niet. Maar dat is het leven, weet je. Ik ga me even heel snel klaarmaken. En dan ga ik ervoor. Ik heb weer een hele leuke unboxing van Look Fantastic. Jullie weten, Look Fantastic is mijn holy grail. Look Fantastic heeft alles voor beautymerken, haarmerken, skincare, parfum. En ze hebben altijd vette kortingen. En met mijn doorlopende kortingscode SARAVIDDE krijg je altijd weer korting bovenop op alles. Pas automatisch toe. Naam op Wilhelm, jullie weten het. Dus wil je weer even wat nieuwe dingetjes inslaan, check even de website. Ik heb over allemaal wat dingen besteld, wat favorietjes. En ook dingen voor de giveaway. Als eerst heb ik een aloe vera soothing gel. Dus 99% aloe vera. En ik ben ontzettend verbrand op Curaçao. En aloe vera werkt hier het allerbeste tegen. Dus ja, deze leek me wel top. 99% aloe vera. Dan deze droge shampoo van Brushworks. Deze is echt top. Deze maak ik altijd op. En werkt super goed. Ik heb er zelfs 2 besteld. Nou, dan heb ik deze shampoo gekocht. Deze heb ik op aanrader gekocht van mijn vriendin die kapper is. Dit is namelijk een detox shampoo. En dat moet je 1 keer in de week doen. Zodat echt je hele haar detox en alle producten, alle vuil eruit gaat. En dat is dus deze blauwe van Olaplex. Dan heb ik hier een retinol serum van CeraVe. Dat is lekker om uit te proberen. Een Laneige lipmasker. Dit is ook
echt een van mijn faves. Dit is die berry en vanille mix. Dus deze ziet er heel cute uit. Dit is die gemixte. Hoe leuk. Dan heb ik van Too Faced. Ze hebben dus nu Too Faced. Eerst hadden ze dit niet. Maar ze hebben dus nu ook Too Faced op Look Fantastic. Echt amazing. Heb ik een nieuwe matte bronzer. Want ja, die had ik nodig. En ik hou echt van deze packaging van Too Faced. En het ruikt ook echt naar chocola. Dat is altijd zo leuk aan Too Faced. Ah, het ruikt zo lekker. Dus even een lekker nieuw bronzertje. Dan heb ik deze crème van Kerastase. Dit is een crème die je na op handdoek droog haar moet doen. Na je douchen voor echt bescherming voor je haar. En deze ruikt heel lekker. Ja, gewoon een blow dry cream voordat je je haar gaat feunen. En deze schijnt heel goed te zijn voor mijn haartype. En heel lekker ruikt die. Echt fucking lekker ruikt die. Dan heb ik van Too Faced ook nog de face primer. Deze wilde ik uitproberen. Deze lijkt me heel chill altijd. Maar ik dacht ik bestel eerst even de mini. Ook lekker handig mee te nemen overal. En dan kan ik even uitproberen hoe ik hem vind. Heel erg benieuwd naar. Dan heb ik van Color Wow een texture en finishing spray. Dus ik gebruik dan droog shampoo om haar minder vet te maken. En gebruik ik een textuurspray om er weer wat volume in te krijgen. En Color Wow is gewoon een super fijn merk. Ja, daarvan heb ik hem besteld. Ik ga deze ook pas voor het eerst uitproberen. Dan heb ik dit super... Oké, de camera viel heel even uit, maar ik ben weer terug. Dit super leuke pakketje van Sol de Janeiro. Ik vind deze geur dus het allerlekkers. En dit is dus een body cream, body wash en mini parfumetje. Dit is voor de giveaway. Dan heb ik ook voor de giveaway van The Ordinary deze set. Ja, ik vind deze crème van The Ordinary echt perfect. En die cleanser is ook heel chill. En dan zit er een salicylic acid bij. Dat is een serum die ik eigenlijk ook heel veel gebruik. Dus ik dacht wel leuk om te geven ook. En dan heb ik van Biotechniques deze kwasten. Het zijn eigenlijk bijna alle kwasten, maar dan in het mini. En ik heb heel veel van die minis ook in mijn travel bag. Het scheelt gewoon heel veel ruimte en je hebt helemaal niet zo'n lange kwast nodig. Maar je moet het gewoon vast kunnen houden. Dus ik dacht ook leuk voor de giveaway. En dat was hem alweer. Ja, dat was hem. Ik ben gisteravond tot het realisatiemoment gekomen toen ik niet kon slapen dat ik minder moet doen. Ja, ik ben tot de conclusie gekomen dat... De meeste content maak je gewoon als je thuis bent in je alledaagse leven. En als jij je week helemaal vol plant, is leuk voor content. Maar eigenlijk ben je dan alleen maar druk bezig. En ja, moet ik gewoon even mijn content prioriteit stellen. Die gaat toch godverdomme niet menen dat ik een oortje kwijt ben. Oh nee, ik heb hem. Dus ja, ik ga even naar mijn agenda kijken. Mijn agenda is nu sinds Cura best wel rustig. En dat wil ik ook echt zo houden. Ja, ik heb gewoon echt veel te doen aankomende tijd. Ik ben helemaal bezig met mijn secret project. En ik kan niet wachten om meer met jullie te delen. Dus daar moet ik gewoon even hard voor werken. En ik vind het gewoon heerlijk om thuis te zijn. Dus I'm gonna do it more often. Nou, ik heb even boodschappjes gedaan. Ik wil vanavond melanzane maken. En ik word gewoon zo boos van mezelf. Want altijd als ik naar de supermarkt ga, neem ik geen tasje mee. Moet ik een tasje kopen. En dit keer dacht ik... Ik ga geen tasje kopen. Ik ga het mezelf zo kut maken dat ik nooit meer een tasje vergeet. Dus ik heb echt met zo'n handvol dingen met boodschappen naar huis gedragen. Want ik dacht, nee, we gaan het gewoon even niet meer doen. Het is klaar met al die tasjes. Ik heb thuis 100 Albert Heijn tasjes. Ik kan wel een eigen Albert Heijn winkel beginnen. Nou, 2 aubergine, melanzane dus. Tomatenblokjes, tomatenpuree. Uitjes. Dan heb ik verse peterselie gekocht. Leuk beetje als garnering zo. Parmezaanse kaas, mozzarella en gehakt. En oh mijn god, kijk, ik kan gewoon een tuin groeien van deze ui. Ik weet niet, ja, dit is natuurlijk niet helemaal normaal. Maar ja, dit moeten we gewoon even weggooien. Want ja, ik heb dit echt nog nooit gehad. Hoe lang heb je een ui? Ik woon hier nog maar een maand. Dus het kan niet lang zijn. Nee, ik woon er iets langer. Ja, maakt niet uit. Ik ben echt helemaal into de Korean skincare, zoals jullie weten. Ik ben sowieso helemaal into de Asian world met food, maar ook met skincare, make-up. En ik heb dit superleuke pakketje ontvangen van Dr. Jart. De Sisaper lijn. Heel excited om dit te proberen. Oh mijn god. Nou, ik heb even snel omgekleed. Ik ga namelijk sporten. Weer lekker bootyclubje. En vanavond komt Stan gezellig weer. Yay, I missed him so much. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag, het zonnetje schijnt lekker. Ik heb helemaal een productieve ochtend gehad, ik heb campagnes gefilmd en ik ga nu lekker sporten. En ik zal jullie even een
little storytime vertellen. Ik ben namelijk echt de grootste debiel die er is. Gisteravond zat ik op de scooter terug naar huis van sporten. En ik kreeg opeens zo'n intrusive thought van, waar is mijn auto? Weet je wel? Gewoon opeens, waar is mijn auto eigenlijk? Ik kan niet herinneren dat ik hem in de garage heb gezet. Toen dacht ik, oh my god. Ik zat letterlijk zo op de scooter. Gewoon in mezelf van, am I crazy? Ik ben er echt helemaal klaar mee. Hij stond dus niet in de garage. Ik had hem hier zondag is het gratis op straat gezet. Gewoon nooit meer in de garage gezet. Maar ik kwam natuurlijk zondag thuis met een jetlag helemaal naar de kloten. Ben gaan slapen. Helemaal vergeten. Jullie hadden gezegd dat jullie het leuk vonden om te zien wat mijn sportroutine is. Dus ja, ik ga jullie even meenemen als ik het niet te awkward vind in mijn eentje. Maar mijn oortjes is leeg. Dus ik moet nu wachten tot ze opgeladen zijn. Ik ga echt niet sporten zonder oortjes. Oké, nou, het was best wel druk in de gym, dus ik vond het echt heel awkward om te filmen. Het waren echt alleen maar jongens. En dan heb ik wat gevoel als ik armen train dat ze me echt aankijken van wat doe jij? Maar goed, ik ben nu klaar met sporten. Hallo. En ik ga nu naar huis. Ik weet nu al dat ik vragen krijg voor deze legging. Deze heb ik op AliExpress besteld. Ik heb deze besteld op AliExpress. En van achter heeft hij dus zo'n lijn. Dus dan lijkt het echt of je een boom daar hebt. Nou, ik vond het echt heel awkward in de gym. Om te filmen. Als ik met z'n tweeën ben, dan vind ik het niet awkward. Maar als ik alleen ben wel. Nou, ik weet ook niet waarom. Maar heel vaak is die gym best wel rustig. Ik ga niet vertellen waar het is. Dus ja, dan kan ik wel een keer mijn content maken. Ik zou eigenlijk met Max samen gaan sporten, maar ziek. Ik heb even nieuwe. Nou, keukenpapier. Gehaald. Ik haal altijd met die leuke patroontjes erop. Want ik ben gewoon blij van. Nu zijn het aardbeidjes. Hoe cute. Soms zijn het watermeloentjes. Of elke keer anders. En ik heb even een lekker gezellig bosje tulpen gehaald. Want er stonden geen bloemen meer in mijn huis. Dat vind ik zo stom. Stelen 2 centimeter schuin afsnijden. Dat doe ik echt nooit. Dat ga ik maar eens een keer proberen. Ik heb even kork gehaald. Of skeer. Arla skeer. Het is toch easy scare? Of is het weer iets anders? Nou, even een brekertje. En ik ga denk ik even iets van havermout maken. En ik heb een kokosmelk voor mijn matcha. Dat vind ik zo lekker met kokosmelk. Oh my lordy. Ik had dus een hele lange tijd geen upper body getraind. En ja, eigenlijk wil ik dat dus weer oppakken. Want ik had het een paar keer met Stan gedaan. En ik vond dat gewoon zo leuk weer. Dat ik dacht, dan ben ik ermee gestopt. Maar dat komt een beetje door die booty club lesjes en zo. Ook allemaal heel leuk. Maar dat doe ik meer echt voor leg day echt. Gewoon echt leg day. Ik ga het niet afsnijden hoor. Ik ga het gewoon afknippen, die stengels. Is dat of zo te doen? Hoppa. Weer de schaar erin. Moet je dan ook al die bladeren eraf? Ik vind het eigenlijk heel leuk. Maar als ik het dan moet doen, vind ik het weer stom. Vind je dat? Weet je wel? Dat je, oh, leuk, gezellig. Bloemetjes in een vaasje. Volgens mij zijn die stengels veel te kort voor deze vaas. Dat zien we zo wel weer. Maar ik vind tulpen zo leuk. Ik vind tulpjes zo leuk staan. Het staat, ik ga het je zo eens laten zien. Het staat ook echt alsof het in mijn huis hoort. Tulpen zijn gewoon gemaakt voor mijn huis. Weet je. Deze staat alleen wel een beetje ver al. Dat is 8 euro. De Noordermarkt. Huizen voor 10 euro. En dan staan ze op zich. Ja, staan ze ook niet langer dan een week. Ja, het ligt er ook echt aan per keer weer eigenlijk. Maar het is ja, best wel duur eigenlijk. Dus ik kan beter van die zijde boeketten hebben. Daar heb ik er ook wel eentje van. Waar komt deze vandaan? Nee, er is er eentje afgebroken. Die is al veel te kort. Oh, die is zielig. Deze is Sally. Dus we moeten een beetje in het midden dan. Een beetje leunen op de andere. Soms vraag ik me echt af wat er leuk is aan mijn vlogs. Want ik zit alleen maar een beetje dom te lullen. Dat ik echt denk, dit is toch fucking saai. Ja,
Ik vind het echt geweldig dat jullie het leuk vinden hoor. Want ik kan me niet een leven zonder vloggen niet voorstellen. Maar ik vind het zo grappig. Want zeg maar, als ik het terugkijk, heb ik het allemaal al meegemaakt. Dus denk ik, oh ja, dan ga ik dit zeggen en dan ga ik dit zeggen. Vooral vakantievlogs, dat vind ik wel echt leuk om terug te kijken. En dan herleef je het weer een soort. Maar gewoon zo'n week als dit. Ja, ik vind het grappig blijkbaar. Ik vind het wel echt heel leuk hoor, by the way. Echt, ik ben heel dankbaar voor jullie. En ook heel dankbaar dat dit mijn leven is. Ik vind het echt in fucking insane. Het slaat ook nergens op. Oh mijn god, nog één bosje bij, maar dan is het denk ik perfect. Maar hoe cute is dit al? Ah, ik word er zo blij van. Zo leuk. Echt. Misschien gaan ze nu langer staan, omdat ik ze knip. Hey, girlmaat. Nou, het is geen girlmaat. Wat doe ik nou weer, joh? Soms zit ik zo stomper, dan denk ik echt, ja. Hou maar gewoon je mond. Nou, ik leef hier echt voor. Hoe leuk is dit? Ik vind het normaal. Ik ga hem op de tafel zetten. Dat gaan jullie zien. Ik ga jullie laten zien hoe het eruit. Kijk nou hoe leuk. Heel cute. Nou, ik heb even een heerlijke proteïnbol gemaakt. Met kokosyoghurt. Nee, soja kokosyoghurt. Dus dat is nog beter als kokosyoghurt. Dan havermout, chiazaad, proteïne scoop, vanille, appel gebakken in de pan met kaneel en honing. Yum. Zo lekker. Ik hou ervan. Ik hou echt die gebakken appel. Nou, ik heb me gedoucht. Mijn haar lekker gewassen. Omgekleed. Ik ga nu naar twee press days van PR-bureaus. Naar Van Moyne Agency en naar Van Embassy. Ik heb dit leuke nieuwe blousjes aan van de Costes. Best wel een simpel make-upje, maar omdat ik gewoon zo lekker bruin ben, is het gewoon helemaal chill. Dus ja, ik ga er vandoor. Nou, we zitten weer in de stoel bij Elle. Ik heb nu een mooie blush. Zo, het lijkt net aan de andere kant dat ik gewoon geen blush op heb. Toch? Nee. Ik heb geen blush op gedaan. Nou, het komt perfect uit. Oeh, heel mooi is deze. Welke is dit nou dan, die peachy? Ja, coraal. Ja, coraal. Ja, heel mooi. Ja, dit staat ook echt wel naar. Oké, nou, ik ben nu thuis van de events. Was wel gezellig, even langs geweest. Het is echt fucking koud. Ik heb ook maar een blouse aan met korte mouwen, dus misschien moet ik even iets warmer gaan trekken. Het is nu 8:30. Ik heb nog niet echt avond gegeten, maar daar waren zeg maar allemaal bites. Dus dan heb je nu niet echt honger in avondeten. En zometeen komen Isabel en Indy borrelen, dus ik denk dat ik daar gewoon even ga wachten. Even kijken. Oh, ze zijn er letterlijk bijna. We zijn er echt over 2 minuten. Oh, nou, dan wacht ik nog even, want we gaan lekker wijnen en lekker borrelen en lekker hapjes, dus... Leuk. Nou, we zijn gezellig een drankje aan het doen. En we zijn mijn lievelingsspel aan het doen. Lekker beter. Ik verlies. Ja, deze gaat weg. Nee. Ja, ik weet niks meer. Nee, we hebben echt... Iets, wij stoppen. We stoppen nee, nu. Nee, maar wat hebben wij? Ik weet het niet. Wij stoppen. Ja, oké. Ja. Nee, mogen we één pakken dan? Nee, dan ben je al gestopt. Oh nee, dan mag je nog één pakken. Nee, dan... Nou, wel. Nee, luister, ze mag nog iets zeggen. Je mag nog iets pakken, maar als je daarnaast een glas rol is. Ja, dus wij pakken nog één. Ja, stoppen. Stop. Oh. Isabel, dat mag niet. Ik mag. Wow. Nee! Wie zegt waar goede kaarten hebben? Hé, wie zegt dat? Stop toch niet, Henk? Zij wist ik niet. Ja, ik let weer op. Kijk, hè? Best wel. Dit is ons moment. Nee, dit is niet. Kijk, ik wil echt niks doen vanavond. Ik ga gewoon zo even. Jij doet mij gewoon die stoel af. Toch? Dit dan gewoon met z'n tweeën op één stoel. Ja, daar gaat die gewoon. Drie! Kijk wat we hebben, bro. Wat hebben jullie? Ik heb 3. Jullie hebben sowieso verloren. Heb jij 3? Ja, dat ik van ons een 0 gepakt. Ja, anders had je 5. Niet, ik had 2 nullen. Ik had 1 van jullie. Ja, nee, je 5 en wij 4. Ik heb weer 3. Schrijf maar op. Ja, Phil is wel aan het winnen, ik zeg je eerlijk. Ik heb al 2 keer gewonnen. Dat is gewoon slecht. Maar ja, ik zou dus eigenlijk thuis blijven. IJsland ben ik weer overgehaald om mee uit te gaan. Maar ik ga morgen wel echt sporten. Ik wou zeggen, nee. Ik sta op camera. Ik ga morgen sporten om 11 uur. Ik heb een sportlesje geboekt. Zeg je nu? Vlog ik over. Ik ga zo hard filmen of jij dat hebt gemaakt. Ik ga je morgen facetimen. Ja. En als je sport, dat is goed vandaag. Dan? Oké, jongens, we gaan een bedje leggen. Als ik morgen niet sport, wat dan?
Ik heb een sportlesje geboekt om 11, daar ga ik heen. Want ik zou eigenlijk niet uit. Nou, dan ga je bij mij chillen. Ik wil niet als heel als jij morgen niet gaat sporten, dan... Dat kan niet, want al bij ons ouders staan hier. Dus we gaan met z'n allen eten bij mij. Als jij een bed wil hebben, dan kan ik ook hier slapen. Ja, maar Is, dan komen heb jij een bed? Ik rijd gewoon naar huis, toch? Maar je kan ook bij Indy slapen. Heb jij een bed mee? Nee. De vak neemt u nou weer een bed mee. Nee, kijk, je kan als ik helemaal sta en beweeg. Ik zal je filmen vanavond als ik je meeneem naar huis. Als de ooghoek Isabel nu ziet, gaat ze helemaal eraf. Die broek moet ik uitdoen. Ik heb een andere broek. Ja, doe maar iets anders aan. Ik zie dat je broek uitdoet. Meteen weer onzeker. Isabel, lijkt uit. Die broek uit. Nee, ik zeg Isabel is echt eraf vanavond. Nee. Je bent, ik merk nu al een beetje aan je van. Ik zei tegen Stan, ik ga echt niet uit. Ik zeg, ha, dit is wel een beetje nieuw. Maar luister, Saar. Zeg maar zo, om de hele tijd in die camera te kijken. Mm. Nee, dat doe je toch ook. Kijk altijd hier. Zit mijn kop. Ja, maar dan film je toch niet zelf. Zo, kijk eens. Gaat het even? Doe maar. Ook gelijk. Niet fijn. Oké dan. Nou. Zussen, die delen alles. Nee, zussen delen alles. Dit is niks van mij. Heb jij ook een broer of een zus? Ik heb een zus, ja. Maar dat komt. Weet je waarom ik dit heel lekker vind? Ik hou van die. Maar weet je dat we echt zussen zijn? Nee. Wel een jongens. Wel. Maar ik zou hard zijn. Wel. Jongens, waarover wat ik beter kan doen. Dit kan wel. Mijn bedrijf, helaas alles. Hij zei, ga je personal branding groeien. Her body like the wow. Instagram, als jullie nog een mukbang willen, met oma. Ja! Ja, ik wil niet maar een mukbang met oma. Nee, zullen we nu? Ze willen meer de video's van ons drie. Coach, dit is jongen Aten. Ja, met z'n vieren. Doe even echt. 2-3 jaar geleden, hij zegt tegen mij, stream op TikTok. Ik heb al lang gezegd. Stream op TikTok. Ik zeg, ga. Het is vandaag vrijdagochtend. Het is 3 uur, dus het is niet ochtend. Ik heb net even een nieuwe Indie Lash op gedaan. De Julie lashes. En ik heb honger, dus ik ga de Bulldog Stew Type maken. En ik heb deze nog nooit op. Dus ik ben heel benieuwd. Nou, yum. Nou, de noedels zijn klaar. Ik ben heel benieuwd. Ik heb ze dus nog nooit op. Ik denk dat ze best wel spicy zijn. Hoe zie ik eruit, joh? Oké. Dit is echt niet best hoe ik het er nu uitzie. Oeh. Heet. Pittig. Ik had ook wel bijna het hele zakje erin. Maar echt. Even wat anders en echt veel meer een soort smaak. Ja, de pittigheid valt me nog mee. Ja, ik vind dit wel lekker hoor. Het smaakt meer naar een noedelsoep. Grappig, behind the scenes van een TikTok. Nog één hapje. Jezus heet.
Ja, man. Nou, ik ga er nu vandoor. Ik heb me omgekleed. Ik ga lekker uit eten. Mijn haar is echt een beetje short. Net niet, maar we doen het er maar mee. Nou, joe! Hallo allemaal. Het is zaterdag. Ik ben weer met mijn vriendinnen. Zo leuk. We gaan nu even naar Alfa, wat dingetjes halen, weet je. Poepoezen. En zo, ik moet even wat drinken, ik heb zo'n droge maag. Ja, we gaan even wat drinken halen ook. Nou, we hebben even een little sushi mukbang incoming. Zo, dat komt echt een lucht. Ja, dat is dat zeewier. Ja. Bij de Jumbo hebben ze hier dus verse sushi. Dat was echt geen geld. Dat was 60 euro. We hebben twee van zulke bakken sushi. Laat het zien. En het is echt heel lekker. Ja, het is echt gewoon. Zo, ik moet wel even. Antioxideren. Wat? Ik ga even een appel met kip nemen. Jezus, ik lijk wel het klooster kom. En? Oh, ik wil eigenlijk een vies? Oh, ik wil ook een appel, ja. Nee, ik vind het niet lekker. Nou, het is vies, maar... Nee. Maar... Heel droog. Ja. Ja. Oh. Dat is wel... Heb je dat wel eens best... Ja, dat is lekker. Zo lekker. Dat is gewoon een soort kip. Ja. Meiden, wat een genot. Oh, dit gaat als je mijn auto onderklapt. Jouw navel, zijn ja. Ja. Moet ik hem pakken? Hoe gaan we dit doen dan? Nou meiden, Bon Appetit, hier de soja. Het zit echt een bietje erin. Niet zo'n gebeetje, hebben we er nog maar één? Jij hebt meer soja mee, hoor. Ja. Oh, hier. Het sprenkelt anders wel gewoon een beetje over. Ja. Dat zou ook een werk van. Hier, wil je meer? Nu voelt me echt zo'n loser dat ik dus gorig. Neem ook gewoon. Neem ook gewoon, ja. Nee, ik hoef maar één. Drie. Maar ik vind het wel een vibe met een tikkende regen op het dag. Ja. Doe gewoon even alsof je nu in Italië zit. Hoezo Italië? Nou, dan is het dan meer een vibe dat je een auto aan het eten bent. Oké, we zijn nu in Italië. Italië! Italië, wee! Kijk, dit is gewoon top hoor. Dit is slim. Lekker? Oké. Kijk. Hoe lekker. Nou, zo vind ik maar oké. Welke mag ik? Nog een wel. Echt vers. Die met een sausje? Nou. Nou, deze zijn echt net gemaakt. Het is nog warm. Ja. Mm. Zo. Elke keer als ik nu een sushi met garnaal eet, mm-hmm. door jouw mukbang ooit, mm-hmm. kijk ik op die gaarwis van binnen. Oh. Dat jij gewoon een ongaar ding in je... En in discussie gaan, hè, die vrouw. Ja. Het was niet zo. Nou, het was gewoon... Hij was gewoon echt... Ja. Doorzichtig raar gewoon. Dat is echt maar goed. Dat is mijn angst. Dat is mijn angst. Ja, ik had echt eten nodig. Ik heb nog meer soja zelf. Alleen, ik ben hier niet zo heel kinksy in. Die zalm ligt er wel wat langer. Ja? Die fout. Wil jij meer? Wil jij nog meer? Meer? Ja, gooi hem ook wel. Lekker. Dat vind jij lekker, hè? Dat vind ik heel lekker. Of ik... Voor 16 euro. Voor 16 euro twee van die bakken. Waar je meisjes blij mee kan maken. Dat is 8 euro. Oh, ik heb nog een wrap. Oh. Ja joh, zo geniet op. Echt. Niet normaal. Kijk dit, hoe dit eruit ziet. Teringsmerig. Het klinkt lekker. Ja. Kibbeling joppie. Toen keek ik ernaar, toen zei ik ook, eeuw, nee, dit wil ik helemaal niet. Ja, toen had ik het gewoon gekocht en het lijkt gewoon rauw. Ja. Dus dat ik denk dat dit ook van die kip is, die ligt al twee weken over datum. En dan gaan ze er kippeling van maken. Dat denk ik ook. Dus ook met kibbeling. Nou? Ja, ik hoef dit niet. Ik vind het echt heel smerig. Godver, wat kut. Heb maar niet uit. Ik had ook niet wel meegehongerd. Oh. Heb je er geen wasabi? Nee. Heb ik wel. Oh. Ja. Ik zit echt naar achter te werken alsof ik een jaar niet heb gegeten. Ja, ik ook. Ja, had ik echt honger. Mm-hmm. Maar je hebt die kipper heb je nu ook helemaal naar beneden zitten praten. En toen ben je nog die tweede begonnen. Mm-hmm. Maar dat moet wel niet slim. Je zit te praten over hoe ranzig die kipper. Ja, dan moet je pas doen als je het hebt gegeten eigenlijk. Ja. Nu heb je het goor gemaakt voor jezelf. Ja. Oh, ja. Ja, weet je, ik vond het bij de eerste appel niet lekker hoor. Dus het maakt echt niet uit. Ik heb gewoon boontjes erbij. Gewoon... Nee. Jij bent zo blij. Meid. Ja. Zo blij. Maar ik hou echt van die jumbo. Ik vind ook lekker dat ze er lente uitzien. Ja. I love jumbo. Ik vind echt kut dat geen jumbo dichtbij mij heb in angst. Hebben jullie bij de appie niet? Sushi.
niet bij mij af, volgens mij. Of jawel, maar dan ligt het al klaar van sushi deze. Ja, ja, ja. Er staat niet zo'n chef, weet je wel. Dit is maar dan al oud. Ja, hard. Dit is echt letterlijk net vers gemaakt. Nou, die man legt in dat laatste beetje Is, bij sommige appies hebben ze ook echt een sushi afdeling. Maar Jumbo is wel beter. Vind ik ook. En veel goedkoper. Dit is maar bij de... Maar dat is wel een actie, hè? Ja, oké, okay, maar... Was een actie? Ja. Wat voor actie? Sushi-actie, dat is soms een beetje afdekken. Ja. Goedkoper nog. Ja. Mm. Nee, maar bij de app vind ik het best duur. Eén zo'n rol is dan al bijna 10 euro. Ik ben toen een keer in Amsterdam, als een Jumbo, echt met van die foodhallen. Dat is normaal. Pizza, sushi, Aziatisch. Waar? Ja. Jumbo. In Amsterdam-Noord zat dat. Oh ja, Noord is alles heel nieuw en leuk. Ja. Nou, dus gaan we naar Noord. Ik zou nooit in Noord willen wonen. Nou, weet ik niet. Maar ik vind het gewoon kut dat je altijd met die pont moet. Ja, je bent wel verder verwijderd van alles. Ja, je moet altijd met die pont en die gaan dan niet altijd. Dan moet je weer wachten. En ze gaan maar tot 12 uur 's nachts. Nou ja. Ja, dan ben je de lul als je uitgaat. Ja. Moet je het Uber? Nee, dat is helemaal kut. Ja. Nee, nu zit jij gewoon... Ja. Perfect. Ja. Heilig. We krijgen een Uber voor. Ja. Ongelooflijk. Blessed. Blessed life. Zijn we al klaar voor een tatoeage? Voor jou? Een tatoeage? Ja, waar ging het om? Ik weet niet of het tatoeage is. Het was een bang. Was ik naar bang? Wanneer? Ja, ik wel. Ja, dat weet ik. Ja. Jij was helemaal. Maar wie was dit? Op onze vakantie. Toen gingen we suiken. Toen zeiden we, als we op vakantie gaan met z'n allen. Op onze vakantie? Ja, toen heeft Anne gezegd, nou dat gaan we niet in het buitenland doen. Oh, ja, dat weet ik wel. We gaan hem zetten. Ja, ik wil. Ik heb er toch al twee. Dus maar hadden we wel al een fles Salmari en wat bubbels erin. Wanneer was dit? Ja. Nou, hier hebben we het best wel vaak over. En dat we het hadden over dat je een... Jij had nog allemaal ideeën. Over met een vijf streepjes. En dan dat iedereen, zeg maar, 3 en dan 2 zo. Dat iedereen wat anders heeft. Nou, ja, ik wil maak je een joke met mij? Tegen wie heb ik het? Was dit met hun verjaardagsfeestje? We hebben heel lang geen verjaardag gehad. Jawel. Jawel, jouw verjaardag. Je paint en sip of zo. Hebben we het daar toen over gehad? Ja, die avond weet ik ook niet. Nee, nee, toen hebben we het toch helemaal niet gek gedaan? Jawel. Nou, W. Toen zijn we naar... Nee. Nee. Jawel. Oh. Nee. Zijn we toen naar W gegaan? Ja. Ja, het is heel gek gedaan. Oh. Ik kan echt sommige dingen met elkaar linken ofzo. Maar... Ja, ik ben in. Ja. Ik weet echt niet wat we dan moeten zetten. Maar wat gaan we en waar gaan we het zetten dan? Waar iedereen wil. Zo lichaam. Oh, dat vind ik wel lief dat je dat nog even vermeldt. Ja. Jouw lichaam, jouw keuze, hè? Als je niet wilt. Ik doe gewoon onder mijn teen of zo. Ik doe onder mijn teen. Onder mijn kluts. Godverdamme, nee. Never. Bedoelde jij niet waar we gaan laten zitten als in de zaak? Nee, waar op je lichaam? Oh. Nee, enkel of zo. Een soort Sri Lanka woke. Plek. Heb je al een tattoo? Nee. Nou, als je er eenmaal in hebt gehad, dan boeit het niet meer. Nee, dat snap ik wel. Ja, maar dan moet je wel mee uitkijken hoor. Dus dan pleur je heel dat lichaam. Nee hoor. Nee? Heb je dat helemaal niet? Nee. Ik heb niet de behoefte van. Ik wil er meer, maar als jullie zeggen met z'n 5 tattoo ben ik in. Ja. Je bent ook zo makkelijk, hè? Ja. Zo heerlijk. Oh. Je zou mij eens nee horen zeggen. Ja. Nou, ja, ik heb jou al een paar keer nee horen zeggen. Maar nu zit je uitgaan era. Ja. Wie zeg je het niet meer? Hey. Je particle era. Oh. Hey, maar ik zeg wel nee op een woudje. Ja, jij zegt gaat niet naar een kroeg meer. Nee. Maar jij hebt gewoon meer het moeten moeite waard zijn. Ja. Nou. Ook niet echt, toch? Als jij uitgaat. Ik heb soms wel verantwoordelijkheid. En jij hebt een drankje op, dan maakt het jou niet uit of je dan in het woudje staat of bij de super. Nee, maar dan moet je echt al een drankje op hebben. Ja, dat is het. Van tevoren heel warm. Laten we naar je huis gaan. Het eten is op. Ik ben weer helemaal het vrouwtje. Ja, zijn we weer helemaal geavondeerd. Oh, jij niet? Ben je ik heb gewoon geen zin in de voetbal. Ik ga even die zo'n poesen stallen. Ja. Doei! Ik ben ook met mijn andere schatje. Hallo! Finally reunited. Nou, we hebben net voetbalwedstrijd gekeken. Was fucking leuk. We hadden gewoon gewonnen. Maar we hadden gewonnen. Ons team had gewonnen. Ja, daar moeten ze over doen. Ja. Gaan we er even mee opvallen. Zo. Je moet even die vader achter je zitten. Wat? Je moet even achterin. Oh. Hi jullie, leuk om jullie ook te zien. Hi jullie. Nog reden. Maar het was dus helemaal zieke herren. Het was zieke herren. Ja, gewoon zieke ruzie, alles. Ja, het was gewoon ruzie, vechten. Maar kijk, hoor even. Ja, het was wel echt. Het was echt leuk om te kijken.
kijken. Maar we gaan nu... Zelfs Bo vond het leuk. Ja. En Bo had... Ze had er geen zin in. Ze had eerst gaf ze een 0, dat ze er 0 zin in had. En daarna gaf ze een 10. Zo leuk. Oké, we kunnen toch even kijken of er gewoon nu plek is bij Plein. Ik denk ook dat er wel gewoon plek is bij Plein. Nou, we gaan dus in ieder geval naar Plein. Dan gaan we wat eten en daarna gaan we borrelen. Hoe lief, we krijgen gewoon een shotje van het huis. Van de schoonzus van Ann. Hè, maar het ruikt nergens naar. Is het Baileys? Dan vind ik het wel echt mogelijk. Ik ruik letterlijk nergens naar. Nou, daar gaan we. Dit ruikt naar niks hoor. Zit je lekker hier naar? Ja, heb ik weer de volste. Ja. Ik had expres die. Weet je dan. Ruilen. Oh, dit is fucking lekker. Dit is ook lekker. Wow. Dit is fucking lekker. Het smaakt naar gesmolten ijs. Met alcohol. Nou. Ja, daarom vind ik het denk ik fucking lekker. Ja. Mm. Nou, dit vind ik wat ik ook. Het smaakt naar een beetje naar merengue ijs. Oh. Ja, en eerste, met alcohol. Ja, ik lekker vind wat melk erin is. Ja, maar is weet je nog in Parijs? Ja, ik geniet er gewoon van. Ik ga met mijn shot. Ik vind het zo lekker. Oh, maar ik voel wel een soort burn naar binnen. Burn, baby. Nee. Ik zeg, die camera is niet heel erg opgeladen. Je gaat geen onzin filmen. Jawel. Ik heb niet opgeladen. Burn, baby. Oh mijn god. Fucking lekker. Goedemorgen. Ja, het is geen morgen, het is al half drie of zo. Ja, het is kwart voor... Wow, is het al kwart voor drie? Jij zou twee uur bij mij zijn. Ja, maar toen ging ik al naar Dan. Dat is waar. We zouden eerst naar de McDonald's gaan, maar nu zitten we op het terras. Nou, Survivors. Ik ben echt trots op ons. Heb je gezien? Geen idee. Nou jongens, het is alweer de volgende dag. Ik hoop dat jullie de weekvlog leuk vonden. Vergeet zeker maar niet te sporten door een blauw duimpje omhoog op mijn kanaal te abonneren. En volg mijn andere socials. TikTok, Snapchat, Instagram. Allemaal @zaraverwoerd. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!